Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom weer op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Jullie hebben deze week al wat toolkaarthouders voorbij zien komen, dat waren Engelsen. Maar we hebben nu weer een nieuwe Nederlandse toolkaarthouder en dat is Niels Sonneveld. Niels, gefeliciteerd. Dankjewel. En dat doe ik eigenlijk met mijn allereerste vaste buddy van Road to Jeugdka. Ja, hij is weer terug van weg geweest, Erik Middelkoop. Mike, goeie avond. Niels, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Niels, om meteen maar te beginnen. Een druk die van je schouders afvalt, zeker? Ja, zeker. Vooral opluchting natuurlijk, omdat je gaat er met één doel heen en dat is die toolkaart halen. En hoe en op welke manier, dat maakt allemaal niet uit. Dus dat het uiteindelijk lukt, dat is heel fijn. Ja, je bent daar dan, en je komt al later dan de rest bijna. Je bent eigenlijk al de te kloppen man, want je hebt op een hele lullige manier je toolkaart verspeeld, omdat je wat ponden bent misgelopen door een Eurotour en door het jeugd-VK, dat soort kleine dingetjes. Bracht er dan echt extra druk mee, want de eerste 3 dagen, ja, het was wel redelijk, maar het was allemaal wat moeizaam en de laatste dag kwam ik pas echt los. Ja, nou extra druk weet ik niet of dat daardoor extra druk kwam. Kijk, of ik hem op een gewone manier had verloren of op deze manier. Ik denk dat het eerste jaar gewoon niet goed geweest is. En dat ik het eigenlijk zelf daar heb laten liggen. Dat heb ik mezelf eigenlijk een beetje aangepraat. En ik denk dat dat ook wel deels waar is. Natuurlijk zit er in het laatste jaar wat tegen. Maar ja, dat kan je niet voorkomen. En dat had niemand kunnen voorkomen in dit geval. Maar ik was wel een van de favorieten inderdaad voor de toolcard. En dat brengt wel wat misschien iets meer druk mee. Omdat je gewoon, je weet. Kijk, ik ga er met één doel heen. En dat is die toolcard halen. Ja, zonder toolkaart daar weggaan, dat zou gewoon een slechte week zijn. Wat jij zegt klopt wel, denk ik. De eerste 3 dagen was... Ik denk dat ik over de hele week wel redelijk constant ben geweest. Ook de eerste 3 dagen. Ik heb geen super gemiddeldes gegooid en ook geen super wedstrijden. Dat ik dacht van, dit was echt heel erg goed. Maar ik heb wel vooral voor mijn gevoel de juiste dingen op de juiste momenten gedaan. En ook finishend gewoon eigenlijk de week wel goed doorgekomen ben. En dat ik daar uiteindelijk dan op de laatste dag die run door kon trekken, was wel heel goed, ja. Ja, ik denk dat je dat allemaal wel goed zegt, Niels. Ik zag ergens voorbij komen dat je een finishpercentage had over de 4 dagen van 42%. Nou, ik denk dat je daarvan kan zeggen dat het gewoon dik in orde is. Ja. Als je ook bedenkt dat er maar 4 spelers zijn in UK en Europa samen, die alle 4 dagen überhaupt de laatste 32 halen. Jij bent een van die 4. Zegt dat wel wat over hoe constant je bent over die 4 dagen? Ja, maar ik ook, zeg maar, na dag 3 dacht ik ook, ja, ik verlies niet de eerste ronde, ik verlies niet de tweede ronde, maar ik kom ook niet voorbij die laatste 16. Dat moet toch wel even 1 keer gebeuren, want anders wordt het nog een heel lastig verhaal. Ja, dat blijft het altijd. Ik denk dat je zeker net al aangaf, dit jaar Q-School, zeker met de final stage, die laatste 128, het was denk ik zwaarder dan ooit. Maar ja, uiteindelijk komt kwaliteit wel altijd overdrijven, denk ik dan. En dat is in jouw geval wel gebeurd. Ik vind het bewonderenswaardig als je met zoveel druk erheen gaat. Ik heb dat vorig jaar ook tegen Dirk van Duivenbode gezegd. En ja, er is eigenlijk maar 1 manier om eruit te komen. Dat is winnend. Al het andere is niet goed genoeg. Ja, dat je het toch dan maar even doet, dat alleen al is een prestatie op zich. Ja, en het tekort is ook gewoon niks, hè, in dit geval. Dus dat verschil is heel groot. Kijk, die 8e of 9e plek, dat verschil is zo enorm groot voor 2 jaar lang. Ja, dat kan een heel verschil zijn. Goed, dat is allemaal achteraf. Ik ben wel even benieuwd hoe jij nou die laatste dag van A tot Z... Hoe sta je op? Wanneer wist je dat je goed zat? Hoe gaat zoiets op zo'n laatste dag? Nou, ik stond vroeg op. Dat kan ik je aftellen, want ik was heel vroeg wakker. Ik viel ook heel vroeg s'avonds in slaap de dag ervoor. Dus dat heb er ook wel mee te maken. Ja, en dan ben je eigenlijk maar met 1 ding bezig. En dat is je voorbereiden op de dag. Nou, dat doe ik gewoon hetzelfde als alle andere dagen. Dat ik ga niet ineens, omdat er meer druk op staat, dingen veranderen. Dus gewoon 3 uurtjes van tevoren naar de zaal. Je bent je aan het voorbereiden. Je gaat niet te veel met randzaken bezig zijn. Dus met mensen in gesprek gaan of weet ik wat. Je wil je eigenlijk gewoon focussen en je wil je ding doen. Je wil ingooien, je wil... zo zijn er natuurlijk heel veel daar die dat op dat moment willen. Zeker op zo'n laatste dag. Want voor iedereen is het gewoon belangrijk. En dan de loting afwachten. Nou, dan hoop je natuurlijk wel enigszins dat je een loting hebt met potentie. Kijk, er is natuurlijk... iedereen zegt van ja, als je een toolkaart wil halen, moet je van iedereen winnen. Dat is ook wel zo.
Maar op zo'n dag kunnen maar net... Ja, dat kan wel een verschilletje brengen om even in het toernooi te komen, of niet? Ja, dan krijg je die jongens waarvan je de dag ervoor... Ja, je wint hem wel, maar... Ja. Met de hakken over de sloot. Ja, het was geen... Ja, geen hele lekkere loting, denk ik dan. Precies. Voor mijn gevoel was het ook niet een ideale loting. Maar wel een loting waarvan ik dacht... Ja, als ik mijn ding doe, dan moet ik hem... Ja, met alle respect naar hem toe, maar dan... Er zijn er wel gewoon mogelijkheden. Dus ik ging gewoon vooral van mijn eigen kracht uit. Ik was ook wel een beetje teleurgesteld dat Ronnie Huibrechts bij mij op het bord stond. Omdat ik... Nou ja, Ronnie zit ook bij mij in het management. En we mogen elkaar heel erg, dus dat was wel jammer. Maar goed, op dat moment sta je er ook voor jezelf. Tegen jongens kon ik vrij goed de wedstrijd door, denk ik. En toen moest ik tegen Ronnie de tweede ronde. Nou ja, goed, dat was... Voor ons allebei niet heel leuk. Ik mag hem dan winnen met 6-2. Of tenminste mag ik winnen met 6-2. Voor hem is dat natuurlijk een hartstikke balen. Op dat moment. Want het was zijn laatste mogelijkheid. Maar voor mij was het een hele opluchting dat ik die ronde ook doorkwam. En toen wist ik wel van ja... Nou, ik ging ervan uit dat ik de laatste 8 moest halen. Omdat ik dan zeker was. En ik liet me niet meer vertellen van ja, laatste 16 is ook genoeg. Want ja, als je zo gaat kijken dan... Word je straks verrast dat het niet goed genoeg is. En toen moest ik eigenlijk tegen voor mij onbekende spelen. Dus dat was, ik wist niet echt wat ik kon verwachten. Maar ook daarbij moet je gewoon weer van jezelf uitgaan. En ik denk dat ik die twee wedstrijden redelijk goed door ben gekomen. Niet briljant, maar wel gewoon finishend weer sterk. En op dat moment kom je Van Barneveld tegen. En wat jij nu al zegt, ik moest de laatste 8 halen. Had jij dan toch wel... Je hebt nog wat extra's te bewijzen in die wedstrijd. Raymond was natuurlijk al zeker. Jij was echt nog bezig met, oké, laatste 8 en dan ben ik pas... Of was het je toen al het gevoel ik kreeg Raymond bij de laatste 8. Dus ik, 5 minuten voor onze wedstrijd, toen kwam ik uit de zaal terug naar de ingooiruimte. Toen stond Raymond daar, die zegt, ja Niels, we hebben het allebei gehaald. Dus dat was voor ons beiden een blijdschap. En ja, toen moesten we nog tegen elkaar. En dat was natuurlijk een wedstrijd die je allebei gewoon wil winnen. Alleen de druk was er wel, de belangen waren eraf. Maar het is even goed natuurlijk altijd mooi om van zo'n naam te kunnen winnen. Maar het is dus niet zo dat toen jij de laatste pijl tegen Patrick Boele erin gooide, dat jij toen al wist, ik heb hem. Nee, ik kwam echt naar de ingooiruimte toen kwam Van Barneveld naar me toe en die omhelst hem. En die zegt, we hebben hem allebei, heb ik me net laten vertellen. Nou ja, er zijn slechtere die je als eerste kunnen komen feliciteren. Ja, dat is ook zo. En je pakt hem nog even. Ja, ook dat. Nou ja, ja. Het klopt, maar ik denk dat Raymond die wedstrijd wel had moeten winnen. Maar hij liet het na. Ja, je wint hem wel. En dan kom je uiteindelijk in die finale van de dag. En ja, wou je echt die dag op dat moment nog winnen? Of had je zoiets van, we zien het alle twee wel. Kostel valt ook al aan de kaart. Beetje hetzelfde verhaal als net met Raymond. Ja, nee. We speelden wel de finale natuurlijk heel, heel erg vrij. Maar op het moment dat ik de finale speel van een PDC... event, dan wil je hem altijd winnen. Ik denk dat elke darter dat heeft. Maar het was wel een hele ontspannen sfeer. En ik zeg ook tegen de schrijver, zei ik ook van, ik heb nog nooit een PDC-finale gehoord waar zo weinig druk op stond. Dus waarna je al zo tevreden bent, zeg maar. Dus helaas verlies ik hem met 6-4. Maar op dat moment heerste de vlam, blijdschap en opluchting. Ja, eigenlijk wel bizar dat je vanaf de kwartfinale alleen maar spelers tegenkomt die al zeker zijn van een tourkaart. En het eigenlijk nergens meer om gaat. Behalve de eer en prestige. En je kan maar vast een overwinning tegen iemand die je later tegenkomt op de tour in de tas hebben. Ja, precies. Dat is ook wat ik dacht inderdaad. Maar met name die eerste wedstrijden ervoor, zeg maar die eerste 4 wedstrijden van de dag. Ik had wel alle 4 de wedstrijden echt het idee dat je vanaf leg 1 er wel steeds gewoon goed in zat. Had jij zelf ook dat gevoel? Of? Ja, ik heb wel inderdaad... ik heb me nooit echt met mijn rug tegen de muur gevoeld, zeg maar, in de wedstrijd. Dat wel één moment, volgens mij was dat tegen Thomas Jongens, dat ik voor mijn Palex voorkwam tegen hem. En gewoon een goede leg terug, dat ik even bij het besef kwam van ik moet deze wedstrijd al af gaan maken, want dit is er niet zomaar één. Dat is eigenlijk het enige moment dat ik er even bij stil kon staan, maar verder was ik gewoon goed in, goed geconcentreerd en heb ik de wedstrijd... Ik heb geen grove fouten gemaakt. Ja, en dan heb je... Als je 9 pijlen mis op je dubbel, waardoor hij bijvoorbeeld op een 3-1 voorsprong komt, kijk dan. Dan maak je het jezelf ook niet makkelijk, maar dat is eigenlijk niet gebeurd.
Ja, goed, en dan is het zover. Dan heb je je tourkaart weer terug. Wat jij al zei eerder in het interview, je allereerste jaar op de Tour, 2019. Ja, dat was gewoon een rotjaar. Ook nog ervaring zoeken natuurlijk. Maar je hebt afgelopen jaar wel laten zien dat je er echt wel thuis hoort. Die lijn die ga je echt wel doortrekken, neem ik aan. Ja, dat is wel de bedoeling, ja, inderdaad. Je weet nooit wat er gaat gebeuren natuurlijk. Maar ik, ja, ik voel me gewoon goed en ik train veel. En, dus ja, daar kan het allemaal niet aan liggen. Je weet nu natuurlijk ook waar je terechtkomt. Hè, tussen wie en welke toernooien. En je hebt nu al 2 jaar gespeeld. Dus ik denk dat het voor mijn gevoel alleen maar beter kan gaan. Ja, je komt terug op de Tour. Ga je het anders aanpakken? Of heb je dat in het jaar 2019-2020 al gedaan? Dat je toen iets aangepast hebt? Van, nu gaan we het anders doen? Want het verschil tussen jaar 1 en jaar 2 was zo groot. Dat eigenlijk... Heb je iets veranderd daarin? Nee, ja, dat is eigenlijk heel gek. Maar ik weet eigenlijk niet zo heel goed waardoor dat komt. Ik denk dat je wel meer vertrouwen krijgt als je een paar keer een grote naam verslaat. Dat wel gewoon vertrouwen geeft van oké, ik kan ook van zulke jongens winnen. Maar of ik heb niet echt iets veranderd in mezelf, in mijn materiaal of mijn trainingsuur heb ik ook gewoon eigenlijk bijna hetzelfde gehouden. Dus ik, dat, wat dat betreft niet, maar ik denk dat het vooral ook gewoon zelfvertrouwen is. Nou heb je natuurlijk wel vorig jaar ook een paar keer wel echt een diep dal mee moeten maken, in 2020. Eigenlijk een beetje door externe omstandigheden, maar goed, het kwam wel op je pad. Ja. Had jij op dat moment nog gedacht van hoe je het jaar zou afsluiten zoals het uiteindelijk gegaan is, met plaatsing voor het WK en in theorie had het zelfs nog gekund dat je je toerkaart had gehouden? Of heb je ook wel een moment gehad dat je dacht van het gaat niet meer goed komen dit jaar? Nou ja, toen op het moment dat ik zeg maar hoorde dat ik corona had en niet naar de Eurotours kon en die dingen, ja, op dat moment dan denk je van dan zit je er wel even doorheen en dan denk je, ja, hoe ga ik dit nou nu nog, dat is niet meer recht te zetten. Zeg maar ja, uiteindelijk als het een beetje gedaald is en allemaal en je wilt toch weer door. Kijk, het is niet zo dat je dan gelijk zegt van ik gooi een handdoek in de ring en klaar. Ik denk dat dat ook niet goed zou zijn. Dus dan probeer je er nog het beste van te maken. En dan, ja, dat is een soort alles of niets. Maar je legt jezelf ook niet meer de druk op van ik moet het nu halen. Dus, en toen eigenlijk de winterseries gooi ik volgens mij mijn beste Pro Tour week in de afgelopen 2 jaar. Waardoor ik me dus plaatste voor de PlayStation Finals. En vanuit daar was het eigenlijk gewoon een goede 2 maanden. Ik wil toch even ergens op terugkomen. Ik heb het ergens op Facebook gelezen, omdat we volgen je natuurlijk. En daar stond in van, ik ben Kim Huibrechts heel erg dankbaar dat hij is gebleven voor de PDPA qualifier. Ja. Wat is de rol wat Huibrechts het afgelopen jaar bij jou heeft gespeeld? Of eventueel de jaren daarvoor? Want ik zie Kim Huibrechts bij heel veel spelers opduiken of in de naam valt heel veel. En eigenlijk bij al die spelers zie ik een positieve ontwikkeling. Kan jij uitleggen wat de kracht van Kim Huibrechts is? Kim zit nu volgens mij 1 jaar, denk ik, bij ons. Dus ik reis zeg maar 1 jaar nu met hem en op de Tour. Maar het voornamelijk wat jij bedoelt is dat met die WK qualifier, we hadden de PlayStation Finals. En daar zaten 3 dagen tussen de qualifier en de finals. Dus als hij zeg maar niet zou, hij bleef zeg maar om mij aan te moedigen bij de qualifier. Maar Kim had ook op dat moment een bord mee voor op de kamer, waar ik dus even een paar dagen kon trainen nog. Maar ook, ik had daar anders 3 dagen alleen gezeten. En nu heb je toch iemand om gewoon de dag mee door te komen. En ik vind dat wel heel fijn. En dat helpt gewoon wel dat je een beetje aanspraak hebt naar zo'n belangrijk moment toe. En ook op de dag zelf is hij dan gewoon voor je, zeg maar. En doet hij op dat moment wat jij nodig hebt. En dat werkt bij ons gewoon goed, omdat het goed klikt tussen mij en Kim. Wat dat betreft ben ik hem daar wel heel dankbaar voor, wat ik toen ook had gezegd. En hij heeft natuurlijk ook de nodige ervaring om te weten van wat er in bepaalde momenten gebeurt en niet om kan gaan. Dus ik denk dat het wel heel dat zo iemand wel echt op een goede manier invloed kan hebben op je. Ja, uiteindelijk pak je inderdaad gewoon die plek nog op die qualifier. Je had inderdaad daarvoor ook nog de Players Championship Finals gespeeld. Prachtige wedstrijd tegen James Wade. Ja, dat heb je dan toch allemaal wel in de tas zitten, hè? Ook je WK-debuut. Wat zijn dan nu je doelen voor het komende jaar? Is dat een beetje hetzelfde als vorig jaar? Of zit daar toch nog een andere lijn in?
Ja, nee, ik wil nu gewoon 2 jaar lang de PlayStation Finals en het WK halen. Via de ranking gewoon dan, hè? Dus gewoon via de normale Pro Tour ranking. Ik denk dat dat wel gewoon een reëel doel is. En ik denk als je dat in 2 jaar ook haalt, dat je dan gewoon de top 64 in komt. Dus, en dat is uiteindelijk natuurlijk het doel over 2 jaar gezien. Gewoon de top 64 in. Dus dat is eigenlijk het doel. En ja, verder niet echt... ja, voor de rest, als ik me zou plaatsen voor een andere major, zou dat gewoon een bonus zijn. Goed, dan zijn je doelen besproken en hebben we het geluk van de tourkaart gedeeld. Ik denk dat we dan aan het einde komen van deze interessante interview. En dan wil ik Niels enorm veel succes wensen de komende weken bij de Super Series 2 keer en natuurlijk bij de UK Open. Dankjewel. Bij de UK Open op de zondag nog te zien. Ja, dat hoop ik ook. Erik, weer bedankt. Tot snel, mag ik hopen. Sneller als de vorige keer. Mike, dankjewel. Niels, heel veel succes en een goede reis. Ja, dankjewel. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal voor nog meer leuke content en nieuwe interviews. En dan zeg ik tot de volgende. Ciao.